Dus als je zo'n arena en zo'n team en zo'n fanbase uit de competitie haalt, dat mag eigenlijk gewoon niet gebeuren. En ik hoop ook dat het niet gaat gebeuren. Want heel veel mensen hadden het volgens mij dat ze die wedstrijd keken en het was 15-8, stonden jullie achter met 2. En heel veel gewoon dat je hem eigenlijk uit had gezet of van weg had gedaan en opeens een paar minuten later... Maar hij was blijven kijken, toch? Ja, natuurlijk. Ik wist dat Luc dat ging doen, natuurlijk. Fans, coaches en dus ook spelers die ik spreek die niet in de competitie zitten. Eigenlijk is iedereen er heel erg positief over. Daar zal ongetwijfeld in de komende jaren nog wel het een en ander aan veranderen. Maar het idee van de B-Next is in de praktijk ook een heel goed idee gebleken, denk ik. Ja. Maar er komt ook echt heel veel talent aan, heb ik wel het gevoel. Zeg maar, ik heb al een paar keer gewoon momenten gehad in deze training. Want bijvoorbeeld Jesse en David bijvoorbeeld. Ja. Hoe die springen, je armen allebei. Maar dan heb je gewoon wel echt van die momenten. Dus zonder dat je dingen ziet dat je denkt van wow. Ja, voor de mensen op 10 augustus mijn verjaardag ook nog. Scrimmage. Ben jij dan jarig? Dat is mijn verjaardag. Dus Kaya, op 10 augustus Kaya. Precies. En als cadeautje mogen jullie allemaal komen kijken bij in Almere, denk ik. Scrimmage, open training. Open training. Nou, dat is gelijk een mooie mee. De B-Day scrimmage. Dat is eigenlijk de uitzwaaitraining. Precies. Ja, het is de Kai's verjaardag training. Waarom we toevallig ook uitgezwaaid gaan worden. Precies, dus dat is.